de intocht in Jeruzalem. Dit is Jezus. Hij was de Zoon van God en kwam op de wereld om ons te redden. Op dat moment is het feest in het land. De Joden vieren het Pesachfeest. Ze vieren dan feest omdat God hen jaren geleden bevrijd had uit Egypte. Jezus gaat dan ook met zijn leerlingen naar de stad Jeruzalem om daar het Pesachfeest te vieren. Vlak voordat ze de stad binnengaan, stopt Jezus. Jezus zegt dan tegen twee van zijn leerlingen: gaan jullie alvast vooruit. Vlak hierbij vind je in een dorpje een ezel met haar veulen. Hé, kijk! Op dat veulen heeft nog nooit iemand gereden. Maak die los en breng hem naar mij. Hé, wat moet dat? Als iemand je vraagt waarom je dat doet, zeg je: de Heer heeft hem nodig. En brengt hem zeker weer terug. De leerlingen deden precies wat Jezus gezegd had en brachten hem het ezelsveulen. Al heel lang geleden had God tegen de profeten gezegd dat de redder van Israël op een ezel de stad zou binnengaan. Jezus nu deed precies wat voorspeld was. Het nieuws dat Jezus Jeruzalem zou bezoeken bracht de stad in rep en roer. Velen hadden van de wonderen gehoord die Jezus had gedaan. De mensen plukten palmtakken om hem daarmee toe te juichen. De fariseeërs en schriftgeleerden waren hier helemaal niet blij mee, maar realiseerden zich dat ze hier niks tegen konden doen. Iedereen wilde Jezus zien. Jezus reed triomfantelijk de stad binnen. De mensen legden hun kleren voor hem op de weg en zwaaiden met de palmtakken, roepende: Hosanna, hier komt de koning! De fariseeërs waren woedend. Jezus, stop ermee! Zeg tegen hen dat ze hiermee ophouden! Jezus zegt dan: als zij het niet roepen, schreeuwen de stenen hem wel uit. De mensen bleven dus maar roepen: Hosanna voor de koning! Die komt in de naam van God! Prijs God in de hemel! De hele stad is uitgelaten als Jezus de straten binnenrijdt. Mensen vragen zich verbaasd af: wie is dit? Het is Jezus! En zo rijdt Jezus triomfantelijk op zijn ezel in Jeruzalem binnen, op weg naar de tempel. Precies zoals eeuwen geleden was voorzegd.